De familieraad heeft besloten. En ik kom met Wim, de coördinator, de keuken in. Ja, je mag er in het begin wel bij zijn. En dan mag je je zegje doen, je deskundige visie geven. Zorgen voor veiligheid en wettigheid. En dan moet je ineens weg. Echt weg. Gewoon weg. De keuken in. Met Wim. En 10 minuten later was daar Johan, de broer van moeder. Nou, dat was een heel welbespraakte man. Maar hij moest wel even een sjaffie. Ja, en ik was natuurlijk een beetje nieuwsgierig, maar Johan liet niet los. Hij was heel discreet. En met diezelfde discretie ging hij ook weer naar boven. Nou ja, en toen kwam na een half uur kleine Suze. Je kon weer wat doen, dus ik heb kleine Suze op het toilet gezet. Een koekje meegegeven en wat drinken en ook wat voor haar broertjes. Ja, die zit er ook wel een beetje bij, dacht ik. En toen had de familieraad besloten. Wim en ik gingen naar boven. En dan kom je daar boven. En dan zit tante Ans gewoon in sloffen. Johan lag onderuitgezakt op de Chesterfield. Normaal staat in mijn kantoor altijd een box Kleenex op tafel. En daar stond gewoon een rol playpapier op de tafel. Naast de Doritos en de borrelnoten. Zij speelde daar their home game. En toen werd het plan gepresenteerd. Echt top! Aan alles was gedacht. Aan vervoer voor als vader naar het ziekenhuis moet. Aan opvang van kleine Suze voor het geval moeder bedlegerig was. Wie bracht oma naar het ziekenhuis op het moment dat zij weer blaasversteking had? Ik vond het briljant, want er was zelfs nagedacht over een soort uitjesregeling voor de kinderen. Zodat zij zo nu en dan ook even kon ontspannen. Had ik nooit kunnen bedenken. Mijn collega's ook niet. Ja, nu wel. De familieraad had besloten. Hun verantwoordelijkheid. Hun kracht. En ze zagen mijn bijdrage als het bieden van ondersteuning. Opvoedondersteuning bij de oudsten. En voor de rest kon ik...